Jongens, Jarask hier en welkom bij natuurlijk na een hele lange tijd weer een nieuwe GTA 5 Freeroam aflevering. We gaan vandaag weer in de online open wereld van GTA 5 gewoon lekker niets doen. En ik heb er zin in, dus vind ik dit al leuk om naar te kijken. Ram natuurlijk zoals keihard op lijkt, dat zou ik super gaaf vinden. En ik zit hier niet alleen, want ik zit hier samen met de enige bakker, namelijk Ryan de Bakker. Hoi. Hey! Hey, dat is lang geleden dat we hier elkaar hebben gezien, ja, hè bro. Ja, meteen bij de bios. Normaal gesproken racen we gewoon in één keer vroem langs. Maar vandaag gaan we eventjes iets anders doen, want stap maar bij me in. Zo, er zijn hier echt veel vallende sterren gevallen. Ja, heel veel vallende sterren zitten allemaal op die tegels. Dat moeten we eigenlijk even schoonmaken, hè, dit. Hey, kijk, mijn naam staat erop gewoon. Ja, ik zal... Wacht, hier, hè, op deze ster bij mijn achterwiel, toch? Ja. Dat is jouw naam? Oké, ja, wacht even bedankt. Dan. Oh, zo, heerlijk. Hoppa. Ja. Zo, kijk wat een mooie ster heb jij daar. Een mooie vallende ster, kijk. Er zit een beetje rubber op, Rijn. Ja, maakt niet uit. Wist je dat ze die stenen heel vaak schoonmaken? Alleen sommige stenen, echt op die strip natuurlijk, of op die Hollywoodstraat, die zijn helemaal volgeschreven met allemaal dingen, hè? Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Die zijn helemaal verpest. Ja, als mensen die niet mogen, dan gaan ze die hele ster kapot maken. Ja. Maar, Rijn. Ja? Hoe gaat hij ermee? Gaat goed. Nee. Thanks! Nee. Je had een bounty op je bro. Thanks voor je geld! Nee, $3000 verdiend! Yes! Ja, sorry. Nee, hey, ik save je, hè. Ik haal je bounty van je af. Je hebt toch liever dat een vriend je bounty haalt dan een. Nee. Grapje. Ja, grapje? Ja, kom hem maar halen. Oké. Hey. Ik dacht even dat je... Nee! Hij is toch maar mijn osuitje, joh. Is toch maar mijn osuitje. Ik hoop niet dat hij echt kapot gaat. Dan kan ik hem niet meer in race gebruiken. Maar we hebben vandaag een briljant idee. Want, kijk, hier zie je een parkeerplaats, Ryan. Alleen helaas is deze leeg. Wat onze idee namelijk is, is dat we een pimpwedstrijd gaan doen met een auto die op een parkeerplaats staat. Dus je hebt natuurlijk in... Hier is er een. Oh, kijk. Wil jij naar die doen? Ja. Oké, dan ga jij naar die. Er zijn natuurlijk heel veel parkeerplekken en heel veel parkeergarages. En wat we gaan doen, is we mogen beide één van die parkeerplaatsen uitkiezen. Rijm heeft hem dus al gekozen. En op die parkeerplaats moeten we één auto uitkiezen die we gaan tunen en waar we in gaan racen. Dus ja, je hebt wel een klein beetje geluk nodig. Is dit jouw parkeergarage, Ryan? Ja, dat is nog in de bow. Ik dacht serieus ook dat dit een parkeerplaats was. Nee. Kies maar even iets anders uit, dat mag wel. Ja, je hebt er een aan het vliegveld. Ja, maar we hebben er toch wel meer hier ook. Zeg maar waar. Wacht, ik ga er gewoon in opzoeken. Dat moet... Maat, we spelen die game al echt 8 jaar of zo. We weten gewoon niet waar een parkeerplaats is. Ik weet dat er eentje bij het casino zit, maar die wil ik eigenlijk kiezen. Je hebt er hier toch ergens een? Ik ben... Oh ja, hier links. Ja, wil je die pakken? Ja. Oh, sorry meneer. Mooi. Ik hield me zo mooi aan de regels. Ik reed in de UK namelijk aan de verkeerde kant van de weg. Links. Waar rijdt hij daar? Links. Ja, links. Ja. Oké, jij kiest deze uit. Dan heb je ook de parkeergarage erbij, hè, achter. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben een Mini. We hebben nog een Mini. We hebben een... Oeh, die ziet er wel cool uit aan de linkerkant, hoor. Heerlijk. Ja, maar het zijn allemaal Minis. Ja, die staan nog een Mini. Er staan alleen maar Minis. Ja, hé, jij hebt deze uitgekozen, hè? Ja, weer kan ik er niet aan doen. Staat hier nog wat? Hier is helemaal leeg. Dit is helemaal leeg, bro. Ja, ik heb een keuze gemaakt. Echt? Wacht, ik ben nog voor je aan het kijken of er meer staan. Ja, hier staan er toch niet meer. Er staat hier helemaal niks. Oké. Je mag ook nog... Staat er hier niet nog eentje? In deze parkeergarage. Aan de andere kant van de weg. Geen idee. Jawel, hier staan ook nog auto's. Hier mag je ook nog uit kiezen. Dus we hebben daar... Oh, pas op, Hummer. We hebben daar een paar Minis. Hier staan nog meer Minis. Ja, er staan hier 3 Minis. Bro, er staan alleen maar Minis. Er staan hier 5 Minis. Er staan hier alleen Mini Coopers. Nou, dat is populair. Ja, kies je die Mini of kies je waar je nu in zit? Want die heb je ook van de parkeerplaats af. Kies je deze? Oké, dan kom ik bij je erin zitten. Dan wil ik, alsjeblieft, naar het casino toe. Ja, maar daar staan al die Rekatata dingen. Hey, tactieken. Nee, want die kan je niet pakken, hè. Die kan je niet tunen. Helaas, maat. Wat is dit voor sloop ding? Hey bro, dit ding wordt beast, hoor. Let op. Ja, we mogen hem helemaal tunen, hè. We mogen de turbo's opzetten, alles. Wat zei je? Nee, laat maar. Is al weg. Waar is het casino? Ik heb een waypoint gezet. Je kan letterlijk volgooien die waypoint.
Hey bro. Oh nee, ja, maar hoe kom je nou? Rosario, je kent echt, hè? Dat geloof ik eigenlijk wel, als ik eerlijk ben. Je hebt wel je rijbewijs gehaald, maar ik geloof eigenlijk wel dat je zo rijdt, als ik eerlijk ben, ja. Wat, oh, je gaat hier naar boven. Nou, als ik eens in je auto mag rijden, hè? Oh, ja, dan mag gewoon een keer. Ja, misschien. Dan doe ik we zijn dit. Er. Dan doe ik dit. Kijk eens aan. Oh, dan doe je dat, dan mag je niet mijn auto rijden. Hey, ik heb een ruime keuze rijden. Want we niet elk één kant van het pad pakken. Nee, oké. We passen de regels een klein beetje uit. Jij mag ook je auto veranderen in een auto van deze parkeerplaats. Dat vind ik wel zo eerlijk. Helemaal vol. Want er stond namelijk helemaal niks daarnet. Oeh, ik heb wel een mooie hoor. Ja. Ik neem hem even mee voordat jij hem pakt. Ik heb een... Penubra! En ik heb politie. Oh nee. Uh-oh. Ik moet even een rondje rijden, want ik heb politie. Papriot. Oh, neem je die? Ik denk het. Dat is gewoon een Hummer. Je neemt gewoon een Hummer. Ja, ja. Hey, ik moet even ontsnappen. Ik heb politie achter me. Wacht even. Maar even de paardenrenbaan op. Hey, kom naar de paardenrenbaan dan. Dan doen we even een wedstrijdje wie nu de snelste auto heeft. Dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ik heb de sterkste. Ja, jij hebt sowieso de sterkste. Rij gewoon over die paaltjes heen, joh. Geen probleem. En waar ga je naartoe? Wat? Ik ben verkeerd aan het rijden, of niet? Kom naar mij toe. Ik ben naast het casino. Hier ga je toch de paardenrenbaan, hoor. Oh, jij gaat naar via het midden. Wacht, dan moet ik even doorrijden. Wacht, ik kom eraan. Jij kan gewoon overheen rijden, volgens mij. Je hebt gewoon een halve Hummer. Of een halve monster truck. Nee. Kan ik hier nog uit? Wacht even, ik ben even de weg kwijt. Oh ja, kom eraan. Ben er bijna, Ryan? Huh? Kijk. Oh wacht, de politie is ook gewoon op de rembaan, jong. Ik heb een probleem. Ja, je moet deze kant op. Ik kan hier niet meer uit. Wacht. Vooral dat is een oplossing, hè. Nee. Oh. Die ga je er nooit overheen krijgen. Je gaat hem kapot schieten, hoor. Nu. Nee. Oh. Kom op, schiet hem er even overheen, Ryan. Kom op. Maar als je erin gaat zetten... Ja? Dan kan je een beetje sturen. Oké, wacht. Ik zet hem wel eerst gewoon... Even goed neer. Oké, kom op. Je hebt wel een mooie... Oh, ja. We hebben wel een mooie velg eronder. Ja, nu. Ja. Dat is één. Ja. Nee. Kom op. Ja. Yes. Oké, nice. En hij doet het nog, hè. Je bent wel wat deuren kwijt. Oh, thanks. Maar dat maakt niet uit. Nu ben je nog meer deuren kwijt. Oh. ik heb zo'n gevoel dat die eigenlijk best wel snel is. Oh, Ryan, niet neergaan. Bro, ik ben allemaal dingen nou, ik weet. Oké, kom maar op. Wedstrijdje, kijk. Eraf. Je ziet je hele motor. Ik heb niet eens... Oh, ik heb nou één deur. Hij ligt helemaal in elkaar. Maar als we gaan shooten, kun je hem repareren voor $200. Ja, ja. Dus dat is niet erg, joh. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Jij mag aftellen. Oh, hij gaat de granaat. Dat mag ook. Ja. Als de granaat oplof, gaan we rijden. Oh, je deur die vliegt weg. Daar gaan we. Ja, bij jou ligt je deur. Hé, hey, doe je, hè? Dat is niet leuk. Oh, jij hebt deze auto. Ja. Ik weet dat je hem goed kan pimpen. Ah, echt? Oeh. Je houdt me nog redelijk bij, hoor. Ja. Want ik zit nu aan mijn topspeed. Ik kan gewoon niet sneller dan dit. Dit is ja, het. Ik zit ook op mijn topspeed. Het kan ook gewoon niet trager, hè. Nou, ik denk dat ik qua topspeed net 2 kilometer hoger zit. That's it. Maar ik trek net iets sneller op, omdat het natuurlijk een lichtere auto is. Maar we kunnen wel er een wedstrijdje van maken misschien. Als we nou... Hij kan zelfs wel rijden, jong. Als we nou... Zo! Wow! Wat een hey. Nice! Als we nou een wedstrijdje van maken, hè, Ryan. Ja? En we doen 1 punt voor de mooiste auto. Ja? Ik weet wel... Nou, die kan jij misschien ook nog wel winnen. En we doen 1 punt voor de snelste auto. We doen 1 punt voor de winnende race. En we doen 1 punt voor het stunten. Dus wie de mooiste stunt kan neerzetten. En dan gaan we er gewoon een winnaar uit krijgen. Ja. En die heeft de video van vandaag gewonnen. Oké. Nou, ik ga wel ondertussen even Lester bellen. Want ik ben hier niet heel blij mee namelijk. Lester... Hey, niet op mijn auto schieten, joh! Ja, nee, dat is verongeluk. Ik heb allemaal politie achter me aan. Ik bel ze even weg, hoor. Als je doodgaat, ben je ook je auto kwijt namelijk. Zo, ik ben ze kwijt. Helemaal naartoe, joh. Ja, al mijn banden zijn lek, wat denk je zelf? Ja, je hebt al mijn banden lek geschoten, jij. Joh. Je zit er nog steeds achter je aan. Ja. Ja. Maar ik ga van Lester bellen. Ja, dat zou ik wel doen, ja. Lantaarnpaal moet wegdekken. Oh, pas op voor de bussie. Ik is echt auto los, denk ik, daar ben.
Ja, die van mij, ik kan al niet meer sturen, joh. Oh. Als je maar heel oud, hè, je hebt maar één kans hiervoor. Jan, wie is er sneller? Jij rijdt zo. Daarom neem ik geen minikoeken van. Je was sneller. Oh nee, jij viezerik! Ja, jij viezerik, joh. Ik ga even shoppen. Ik wil een andere trui hebben eigenlijk. Wacht eens even. Ja? Ja, want ik heb deze trui al echt 5 jaar aan of zo. Ik wil een andere trui. Waarom heb je helm en auto aan? Dat is voor als ik op de grond val. Ik wil een ander truitje aan. Ik heb deze nu al zoveel jaren aan. Ik ga eens kijken tussen Diamond Casino heist kleren. Ik win altijd kleren. Ja, ik wil gewoon een truitje aan eigenlijk. Oh nee, dit er niet. Oh. Special tops. Ja, je hebt vet veel nieuwe dingen. Ja, maar je wint altijd kleren, dus ik ben er wel benieuwd. Ik vind deze eigenlijk wel leuk. Ik heb gewoon een shirtje aangedaan. Het is zomer, hè? Het is zomer, dus ik heb gewoon een shirtje aangedaan. Casino kleertjes inderdaad. Maar die zijn niet zo leuk eigenlijk. Wat is dit dan? Oh, dit zijn allemaal truien. Oh! Ze zijn eigenlijk allemaal best wel lelijk. Wat is dit nou weer allemaal? Splatter en shot! Ik heb mijn outfit. Oh, ze hebben echt foute shirts, ouwe. No joke. Ja? Ja, ik hou gewoon deze aan. Ik heb weer een nieuw shirtje aan. Waar ben jij? Achter je. Oh. Ryan, kan je niet even mijn auto repareren? Je bent brandweerman, sleep hem even mee. Oh, wacht, zal ik even helpen? Ja, help maar even. Dat is niet echt de brandweerman die ik wil tegenkomen. Dat is aangepast materiaal. Oh ja, ja. De brandweer van deze tijd heeft aangepaste materialen. Oké. Lekker band. Lekker bezig. Ja, je hebt een mooie auto voor een brandweerman. Ze zijn helemaal kapot. Zometeen is we hebben hem nog ineens getuned, man. Maar we zijn wel bijna bij de tunezaak. We moeten nog een klein stukje rijden. Oh, lekker. Oh, aan de kant. Ik slip er weg. Het is niet makkelijk sturen, dit. Ik ga je naar links bij de weg. Kan ik even helpen? Oh, ja, help maar even. Mist hij me? Ja, wat deed je? Ja, hey! Hey, pas op, jong! Oh, nee, man. Ja, nu is echt mijn hele auto kapot, gewoon. Ik kan niet eens mijn gas geven. Ik weet nu wel dat hij achterwielaandrijving hebt, want ik zou bulletproof tires erop zetten. Jij ook, ik zal het ook doen als ik jou was. Succes. Want je gaat hem toch terugkrijgen namelijk. Nee, man, de mini. Nee, ik heb deze uitgekozen. De minis hebben we al tegengekomen vandaag. Ja, te veel houden, ze zijn populair. Oké. Ik ben er door. Om te repareren, hoeveel moet jij betalen? 616. Ik moet voor deze auto te repareren 592. Als het in het echte leven nou ook zo is, dan zou het veel makkelijker zijn. Ja, ik was laatst, hè, Ryan. Ik was laatst €600 kwijt voor alleen maar mijn remmen te vervangen, jongen. Dat is duur, hè? Moet je nagaan. Oké, ik zet er armor op, want ik weet wel wat Ryan gaat doen. Dit zijn mijn remmen, die zet ik erop. Bumpertjes. Zo, hé, deze kan je nog goed tunen inderdaad, ouwe. Ja, dat weet ik. Wajo. Zo! Dit wordt een mooi bakkie, hoor, jong. Wacht jij maar. Let op menen. Ik let op die van jou. Oh, yo, ik kan een grote pupen ondergooien. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon over de top pimpen, dit ding. Ja, ik ga alle grillen gewoon uit. Wat maakt het ook uit? Ik gooi gewoon overal Carmen op. Want wie maakt het uit? Truckhoornje erop. Lampjes. Neonlampjes. Neonkit eronder. Waarom niet? Ik weet nog niet welke kleur ik ga doen, by the way. Ik kan er zelfs een livery op zetten. Ja, ik ook. Oh. Maat. Jij gaat jaloers worden, jong. Nee, jij gaat jaloers worden. Oh, ik. Oké. Dit kost ook zo enorm veel geld weer, hè. Gelukkig heb ik 3 miljoen. Ik heb nog 39.000. Echt? Ik heb 3, 2 miljoen. Ja, ik krijg. Ik moet even nadenken. Dit wordt ik wil niet een zwarte achtergrond of achterkant eigenlijk. Wat past totaal niet bij groen? Roze. Oké. Waarom kan ik roze niet vinden dan? Ben ik zo scheef?
geel past er ook niet bij, jongen. Gadverdamme. Oh nee, roze past er niet bij. Bro, wacht maar tot jij mijn auto ziet, jongen. Wacht jij maar. Hij gaat versteld staan. Rollcase erin. 12.000 voor dit carbon dakje. Ik kan hem verkopen voor 68k, maar ik heb er al meer in zitten. Dus dat gaan we ook niet doen. Dit is zo knijtje lelijk, jongen. Gadverdamme. Oh. Ojojoj, lager aan de grond zetten. Waarom niet? Suspension erbij, transmission erbij, turbootje erop. Ik verlies al mijn geld hier, jongen. Dit gaat helemaal nergens over. En lowrider banden eronder. Ja, 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 ja. Dit hoort er gewoon bij. Of nee, nee, nee. Nee, nee, geen lowrider. Sport SUV banden. Die zat ik te zoeken. Kijk. Kijk, 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 kijk. Nog een kleurtje erbij doen. Die maken we dan... even kijken. Papa. Geel, ja. En custom tires erop. Bulletproof tires. Tire smoke maak ik rood. Windows blinderen. De raampjes even blinderen. En dan ben ik eigenlijk klaar. Ik ben klaar, Ryan. Ja, ik heb... Oh, wacht. Ik moet er wel voor verzekeren. Kan dat? Waar kan je auto verzekeren ook alweer? Want anders hebben we een probleem namelijk. Oh, hier. Ik verzeker hem even als je het niet erg vindt. Zo. Ja, ik heb geen helm meer voor verzekering. Oh, echt? Oké, dan moet ik niet jouw auto kapot maken. Maar als het wel gebeurt, dan is dat je eigen probleem. Ik heb wel 7k. Misschien wel, misschien wel. Ja, ja, het kost volgens mij 5000 in totaal om volledig te verzekeren. Ah, nee. Ik kan er een tracker op zetten, maar net... Ik heb $200 tekort. Uh-oh. Dat maakt niet uit. Ojojoj, ik heb een mooi autootje, jongen. Wojojoj. Had ik maar niet mijn kleren gekocht. Ja, ja, de brandweeroutfitje was wel duur, denk ik. Oh, bij god, oei. Hé, ik zou er wel een ritje willen maken. Je hebt zelfs een lichtbar erop gezet. Ja. Een lightbar daar. Ja. Oei. Deze auto, weet je hoeveel deze... Met je brandweerpak. Ja, weet je hoeveel dat kost, hè? Nou? 107.000. Zo, die van mij was nog wel wat duurder, want ik heb er ook turbo en alles op gezet. Ja, maar mijn brandweer dat kost ook wel wat. Zoveel, hè? Echt? Ja. Wacht, nee, dat meen je niet. Oh, ik heb mijn livery niet aangepast. Wacht. Of mijn, mijn neon. Wacht even. Gaat die meelopen? Ik moet mijn neon nog even aanpassen. Ik heb die stomme witte lampjes eronder. Welke kleur zou ik ze doen, Ryan? Jij mag kiezen. Groen. Groen? Ja. Groen. Alright, daar gaan we. Ik kom er weer aan. Nu is die helemaal klaar. Ik moest nog eventjes een klein beetje verrassing houden. Hoezo, wat? Ryan, help! Wat? Ryan! Hey! Ik neem je auto mee! Doei, Ryan! Doei, Ryan! Oh! Zo! Wojo! Succes met instappen! Nee! Nee! Stap in je auto! Oh, kijk uit! Oei. Oké, wie gaat dit winnen qua looks? Dat is even de vraag, want ik denk dat het wel een close match is zo. Ja, een beetje gelijkaardige kleuren. Zo groen. Ja, weet ik veel. De enige livery die er was, was dit lijmgroene. Dus dat vond ik wel vet. Ik kon het niet een ander kleurtje maken. Waarom en ik dacht roze? Ja, jij zei dat roze er mooi bij paste. Was wel mooi bij je haren. Ja, thanks. Thanks, dat wel, hè. Dat wel. Nee, qua looks mogen jullie in de reacties bepalen wie de mooiste auto heeft van ons tweeën. Maar, nu gaan we eens even een wedstrijdje doen, Ryan. Ja. We doen een wedstrijdje naar de klokkentoren, ja? Naar de klokkentoren. Naar de klokkentoren. Je moet je aan de route houden. We moeten deze kant op starten. Je moet je aan de route houden die op je mapje wordt aangegeven. Je mag niet afsnijden. Dat ding even en ik ben er klaar voor. Ja. Moet je kijken. Lekker, bro. Ja, ga nou eens even naast me staan, joh. Oké. Kom eraan. Impromptu race. Ik zal eens even in feite. Het is letterlijk precies 2 kilometer. Oh, echt? Ja, oh, precies. Gelukkig. Ik heb geld. Oeh, lekker. Anders oh ja, je moet natuurlijk geld erin stoppen. $50 volgens mij. Daar komt hij, ja? Nee. Yo, wat? Ik wou je serieus gaan beuken, maar jouw auto is te sterk, man. Die is snel voor jou! Kijk snel op, Oh, lantaarnpaal. Maat, waarom is die zo snel opeens? Geen idee. Oh, you kidding me? Ja, ik kan niet tegen jou aanrijden. Dan beuk je me volledig weg. Gewoon nooit! Waarom is die snel?
Yo, oké, die zag ik niet aankomen eigenlijk. De ref mocht er in. Oh, dit auto stuurt ook voor geen reet. Wat doet deze auto? Die auto zit met de beuken. Je gaat dit winnen nou, hè? Oh, we zijn er al bijna. Nooit. Ik had echt veel. Heb je de turbo en alles opgezet? Ja, ja, ja. Oh mijn god. Oh mijn god. Waar aan de kant? Wat is dit ook voor de weg, jongen? Ja. Ook al veel bakken omweg. Oh, ja, sorry voor de prullenbakjes, voor de lantaarnpalen, sorry voor alles. Komt hier weer. We komen het mooi niet repareren namelijk. Alsjeblieft. Wat is dit voor route, joh? Oh, oh. Oh, doe Ryan! Ja, die faaltje! Ja, kom, ja! Nee! Je reed tegen dat lampje aan, of niet? Ja, maar ik zag dat hele lampje toch niet? Ja, het is ook wel een beetje donker, moet ik eerlijk toegeven. Ja, dat ik zie je bij de finish, ja? Nee. Mijn auto is volgens mij trager geworden door alles, hoor. Hoe kan dit nou? Uh-oh. Nou, dit ding drift, joh. Nee, je bent aan het afsnijden, ja! Ik zie het op de map! Ah, yo, jij valspeler. Ja, je kan niet valspelen, jongen. Oh. Uh-oh. Je bent er niet, hè? Ik ga het eens even spannend maken, gewoon. Nee, ik ben er. Ja, ik zet la, la, onder je. Ja, la, ik ben, ik ben hier onder aan het fietsen. Ja, la, 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 la. Nee! Je liegt, beest! Ah, ja, nee! Waar kwam je opeens vandaan? Je zei dat je eronder zat! Ja, tactiek, hè? Ik dacht, ik loop naar de finish toe, want je kan er toch niet meer komen, je zit eronder. Nee, nee, grapje. Oké. Hé, maar Jan. Ja? Welke is mooier? Die van jou. Naast die andere nummer is die van jou mooier. Maar wie heeft nou deze race gewonnen? Jij, hè? Allebei. Nee. Oké, we hebben alle twee een puntje erbij. Ja, het hangt ook af van hoe we hem gepimpt hebben. Ja, nee, dat is waar, maar we moeten nog een stuntje doen, hè? Oh ja, we moeten nog een stuntje doen. En we moeten nog kijken wie de snelste auto heeft. Want okay. Ik denk dat dat best wel close gaat worden, namelijk. Een stuntje, waar kunnen wij het beste een stuntje doen? Even kijken of we naar die berg kunnen komen hier. Een stuntje, ja, maar wat gewoon voor stuntje wil je dan doen? Kijk, gewoon zo'n stuntje zo. Hoppa! En dan weer op je wieltjes landen. Hoppa! Bijna op mijn wieltjes. Ho. Bijna, Ryan. Ja, ik heb wat onderdelen weer verbonden. Zo'n stuntje. Dat moeten we gaan uitvoeren. Moeten we alleen even een goede plek daarvoor zien te vinden. Waar we ook een aanloop bij kunnen nemen. Ik weet, kijk, volg mij eens. Oké, hey, wacht, kom eraan. Een draaicirkel is niet zo. Pas op, er zit daar een steile afgang naar beneden. Wow, yo. Jan, ik kom eraan. Als je namelijk naar de military bases rijdt, dan zit daar een berg waar je volle vaart op kan rijden langs die snelweg. Dat weet je dat? Dat kan toch? Ryan, kan je me even een zetje? Oh, mispoes! Wacht, hij raakt al los. Yo, thanks. Thanks voor de windvlaag, hè? Deze kant op de militaire baan. Nee, ja, maar deze kant voor die snelweg bedoel ik. Hier naartoe. Oh. Oh, deze auto stuurt echt niet. Ik rij overal tegenaan. Hallo. Oh, ik kan niet remmen hier, hoor. Wee! Een mooi spelletje. Thanks. Hij telt helaas nog niet mee. Jan! Ik doe er nog even stunt bij. Kijk, dat is wat we willen zien voor de stunt. Kijk, er komt Ryan ook nog ergens aan, hoor. Ik kan je bijna niet meer zien, jong. Oh, je lampjes eigenlijk, want ik zie alleen maar je neonlampjes. Mooie stunt, Ryan. Ja, mooie stunt. Nee. Ja, oh nee, niet het water in. Nee. Niet het water in. Ik ben niet verzekerd. Gelukkig. Oké. Ja, kom maar naar mij toe. Kijk, dan moeten we even kijken waar precies die muur ook alweer zit. We moeten hier ergens vol tegen waarom de muur kunnen rijden. Waarom allemaal zo auto's van mij? Ja, iedereen die. Het was Hummer uitverkoop, denk ik, voor iedereen. Ja? Reed de camper achter. Even kijken. Waar kunnen we mooi de heuvel op springen? Ja, ik hoop dat hij niet kapot gaat zo meteen. Nee. Kijk wat voor auto je rijdt. Die gaat niet kapot, hoor. Nou. Ik denk dat het hier naar die brug of zo wel ergens kan. Want hier heb je namelijk die hele steile berg naast je. Dus als je daar tegenaan kan springen, dan kan je echt wel een stunt uitvoeren. Oh, kijk, hier kan het gewoon. Hier. Dat doe je zo. En dan hoppa. Alleen dan moet je alleen wat meer snelheid hebben. Al was die al best wel mooi. Alleen zit een bosje voor. Ja, zo ja. Ja. En dan op je wieltjes landen. Oei, kijk. Oei. Kijk, maar die telde nog niet mee. Ja. Nu wordt het voor het echte, ja. Het staat 1-1, want de race hebben we alle twee gewonnen. Raar, een aanloop nemen. Moeten we ongeveer bij hetzelfde punt springen, hè. Ik ga nu keren.
Komt hij aanrijden, pas op. Ga ik als eerste, jij daarna achter me aankomt? Ja. Oké. Okay. Want ik wil hem wel zien, hè? Ah, oh, oké. Okay. Tuut, daar gaan we. Het zit ook echt in een bocht dat we hebben uitgekozen. Het is ook weer niet slim van ons. En het is nog eens donker ook, dus we zien helemaal niks. Oké, daar ga ik. Mooie stand, ja. Nice, kijk, op mijn wieletjes geland. Ja, dat was hem. Dat was hem, op mijn wieletjes geland. Oké, dan komt Ryan zo aan, hoor. Waar is die berg hier, hoor? Daar ergens. Nou, op je wieletjes geland. Op mijn wieletjes. Ik vind dat we weer alle twee een punt hebben. Ja? Ja, dan staat er 2-2. Ik vind het ook. Ik denk dat ding is totaal los. Dat ding is echt helemaal kapot voor mij. Hey, je kan er nog in rijden, hè? Daar gaat het om. Bonuspunten! Bro! Nee. Zag je mijn stunt? Jawel! Zag je mijn stunt? Oh, dat is een vrachtwagen. Hey, we hebben nog één laatste test te gaan, Ryan. Nog eentje. Oké. Okay. Kijken wie het snelste is. En dat kunnen we maar op één plek uitkiezen. Oh, dat is de verkeerde auto. Dat kunnen we maar op één plek uitvechten. En dat is... op de legerbasis! Uh-oh. Dan moeten we heel snel zijn, hè. Want er komen tanks en alles achter ons aan dan namelijk. Oh, dit is jammer. Maar ik heb geen bulletproof tires. Dan heb je helemaal een probleem. Maar misschien komt er wel niemand achter ons aan als we daar natuurlijk die hangar hebben, hè. God, ik kan echt niet rijden. Dus we zouden het kunnen proberen. Ik ga nog even een extra stunt doen voor bonuspunten. Oké, dat deed ik even voor de grap dit. Bonuspunten! Puur voor de grap dit. Maar bij heel die berg. Zo, jij bent helemaal bovenop, joh! Ja, dat ook niet meer. Lekker bezig. Ik zit nu achter de vangrail, dus ik moet even omheen rijden. Ryan die gaat er gewoon overheen. Maakt ook niet uit. Oké, gas erop, jong! Dat ding is traag, joh. Tutut! Ik zie ook echt werkelijk waar helemaal niks, joh. Oh, die mensen kunnen echt niet rijden. Hé, hey, dat moet jij zeggen, hè? Heb je ooit gekeken hoe wij rijden? Ja. Bonuspuntjes! Bonuspunten! Je krijgt van mij sowieso gewoon de prijs als je in een vrachtwagen kan landen. In zo'n bakkie van hem. Ja? Je krijgt van mij 100 euro. Oké. Oké, gaat hij dag en nacht proberen, jongen. Die vet doet niks anders meer dan proberen in zo'n bakkie te landen. Nee, dat is zo goed als onmogelijk, maar als het lukt is het wel mooi. Paaltjes laten staan. Ja, ik laat ze altijd staan. Ja, je had ze laten staan bij mij. Meestal staan ze er allemaal. Nee, je zit ze nu zelf al ver te rijden, zeker. Oké, achter je kijken is niet zo handig in het verkeer. Ja, pas op, Ryan. Hoi. Oh, die vrachtwagen, wat doe je nou? Aan de kant. Je hebt er zin in of niet daarvoor? Oh, yo! Ik zou wel een aanloop nemen, hè? Maar waar moeten we hierover dan? Ja, je moet daar weer over het hek gaan springen. The good old times, man. Misschien zouden we ook gewoon naar binnen kunnen rijden, maar hey, over het hek heen springen is veel spectaculairder. Ben je er al over? Ja. Heb je politie achter je aan? Ja. Uh-oh, daar kom ik er nu aan. Uh-oh. Nee, serieus? Ja? Hoe ben je er zo snel overgekomen? Nee, ik heb een ding eens, hè. Je moet hier een hand opnemen, ik heb een overhoofd in het spelen. Oké, ik ben er ook. Dan moeten we snel klaar gaan staan. Ik heb ook politie. Snel, op de blauwe lampjes. Hier een race gaan nu? Ja. Wie het snelste is. Gooi jij een granaat snel? Ik sta op de blauwe lampjes. Gooi de granaat. Oké, daar gaat hij. Als hij op lop gaan we gassen. Oh, er komt wel politie aan, Maakt niet uit, we gassen bij de tweede. Ja. Nu! Oh, je bent sneller! Go, de politie komt eraan! Go, voor de punt. Voor de punt, helemaal tot het einde, hè, Ryan? Yo. Hey, je bent gewoon even snel, man. Kan ik je nog inhalen voor het einde? Kan ik je nog inhalen voor het einde? Want ik loop volgens mij wel een beetje in. Kom op! Nooit, hier is het einde. Nooit! Nee, de blauwe lampjes. Ah, werd tegelijk, hoor. Ja, ik zit vast. Ik kom bij jou erin. Ga erin. We moeten hier weg. Ik rij wel. Ik rij niet. Ik kan niet rijden. Ik mag er niet in. Laat me erin. Ryan, laat me erin. Nee, laat me erin. Ik wil niet achter worden gelaten. Oké, thanks. We moeten hier weghouden. Let's go. Ik heb sticky bombs. Moeten we eraf? Ja, we moeten er nu weer af, ja. Hé, maar dan staat er 3-3, Ryan. Dan kan er maar op één manier de winnaar worden gekozen. En dat is als mensen reageren wie de mooiste auto had. Ja, ik. Hé, ik. Anders lijken. Maakt niet uit, als je maar hier vandaan komt. Waar is de uithang? Moet je springen. Tanks! Ryan!
Waar ga je naartoe? Je rijdt recht op de alle tanks af! Ja, daar is toch oh mijn god. Oh, nee, je rijdt nu compleet de verkeerde kant op, maat. Ze schieten hun eigen mannen neer. Ah. Je kan echt niet rijden, jij. Hier is de eethang, toch? Maar ik kan hier, ik kan toch niet. Je moet door het hek heen! Naar links, naar links! Nee, naar links! Ja, daarheen! Oh, hierin? Are you kidding me? Ja, daar, nee, nee! Nee, niet erin, nee! Hoe kunnen we hier weer uit? No, tja, hier is de uitgang. Je moet hier dan uit. Je moet hier dan naar links ergens. Bro, deze auto kan niks meer. En achter. Gas, 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 gas. Oh! Oh joh, die tank, jongen. Gaat er doorheen, gaat er doorheen. Ja, we zijn ontsnapt. We zijn ontsnapt. En nu doei, doei, tankjes. En nu? Recht vooruit? Ja hoor. Het enige wat je ook ziet is die neonverlichting op de grond, jongen. Oh, oh! Kijk, oh! Netjes, netjes, netjes. Oh, ik kan niet meer sturen. Oh nee. Nee, dat maakt niet uit. Draai volgens het strand maar gewoon. Als we een boot tegenkomen, dan pakken we die wel. Je vliegt ook echt een straaljager boven, dan zag je de schaduw. Die bunker zit hier van mij. Oh my god, waar gaan we met ik heen dan? Ik heb werkelijk geen idee. Ik kan een vluchten in mijn bunker. Ja, dat mag. Die zit hier. Als, kan je daar gewoon inrijden dan, of niet? Dat mag ook. Dat mag ik ook. Dat ding stuurt niet meer. Pas op, ouwe. Is dit je bunker? Is je bunker? Ja, ja. Kunnen we erin? Ja. Oh. Maat, wij zijn echt de beste GTA 5 spelers die er zijn, hoor. Ja, tuurlijk, joh. Kiek je met je pimpak erin rijden. Oh, ja, ja, hij is ook weer helemaal gerepareerd, hè. Kijk, ja, wat een service is dit. Wat een service. Hé, weet je wat we dan nog even kunnen doen? Nee. Een potje darten of niet? Dan, je hebt toch een dartbord of niet? Dat mag ik hopen. Ik mag het ook hopen, want ik wil je wel vinden. Maar je kan gewoon rijden met dat ding hier. Oh, oh, oh. Boy, ja, ja, waar is dat dartbord? Ja, ik heb geen idee. Hier het dartbord. Ach, hier kunnen we niet langs. Nee, je moet even lopen, denk ik. Nee. Ik heb mijn vervoer, hè. Daar, oh, je pakt je karretje. Ja, pak je nou echt je karretje erbij? Iedere... Ik wil weten wat je in je garage hebt staan, eigenlijk. Je moet iedere dag verzekering betalen voor die dingen. Kan ik ook zo, maat, jij hebt die mega grote vrachtwagen hier gewoon staan. Ja, ja, ja. Wai, heb je nog wat leuks? Oh, dat is het. Dat is wel een beetje jammer. Lukt het nog een beetje met je karretje? Nee. Ik kom eraan. Heb je er nog meer staan? Want ik wil ook wel vervoeren. Ja, maar die auto staat hier gewoon een beetje in de weg. Hallo! Je kan toch gewoon tussen die paaltjes door? Ja, maar die ik hoor naar jou komen. Maar... Oh. Lekker in die bunker, jongen. Tutut! Hallo, waar... Oh, wacht. Dat is de verkeerde afslag. Nee, je moet hier rechtdoor. Oh! Hey, achteruit rijdt het verkeer heeft geen voorrang, hè? Even tussendoor. Ik heb mijn handsmasker. Je mag er wel van rechts komen, dat telt niet mee. Maar dit is niet de dart, toch? Jawel, we rijden nu naar de schietbaan. Dat mag ook. Ik weet niet waar de... Ja, dit is een schietbaan. De dart ik weet niet waar, waar je kan de dart darten. De helemaal aan de kant. Oh, nou dan gaan we toch even schieten. Dat is ook darten, hè? Darten met kogels. Oké. Doen we een wedstrijdje? Ja, hè? Ja. Ja. Wat moet ik pakken? Iets leuks. Oké. Okay. Uh-oh. Succes! Yo. Oh, ik kan niet schieten! Dit is serieus al best wel lastig hoor, bro. Ja, ik wil op jou schieten, maar dat lukt niet. Au, ik schiet mis! Uh-oh. Ik moet reloaden. Dit is moeilijk, ja. Wie heeft er gewonnen? Ja, gelijk. Huh? Staan we echt? Wat? We hebben gelijk staan! Wat? Hoe zijn we alle twee 220 punten? Weer! Weer alle twee een punt, Ryan! Weer alle twee een punt! Hoe kan dit? Ja, oké, nu voor het echie. Echt, in alles staan we gelijk vandaag. Ik zie nu wel heel veel mis eigenlijk. Ik ook. Wow, yo. Je moet op die rode rondjes proberen te schieten, maar dat is lastig. Ja, in het hoofd. Oh, ik schiet op de borst. Hoeveel krijg je in het hoofd dan? 30. 30? 45. Ik heb gewonnen of niet? Ja! Nee! We are the champions, my friend! Ik had 70 accuracy. Ik had 79. Kijk, oh, nog één? Oh, wat? Hoe ver gaan we door dan? Ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Sommige kan je er ook twee keer raken, maar als je dan misschiet ben je natuurlijk je multiplier kwijt.
Ik word hier echt zo gestrest van, hè. Dat wil je niet weten. Moet je je knokkeltje indrukken, je rechterknokkeltje. Oh, dan zoom je verder in. Oeh, thanks. We spelen al zo lang GTA, we geven elkaar gewoon tip. Concentreren. Oh, ik had 60 punten erbij. Ik heb dit gewonnen hoor. Nee, wat? Ja! Hij schiet nog even in de laatste seconde even! Ja, ja, ja. Yo, ja, ja. Ik had 100% accuracy, wat? Oké, okay, GG. 91. En nu? Nog een ronde? Nog een ronde. Hey, bro, hoe vaak gaan we door? Ja, ik weet het niet. Dit is denk ik de laatste ronde dan hoor. Laat hopen. Alles ging morgen nog beter. Nou ja, hoog is genoeg toch? Ik ben scheef, jongen. Jij schiet de hele tijd in het hoofd, hè? Ja. Ik schiet de hele tijd op de borst. Want daar heb je een groter rood dingetje nou, maar dan krijg je wel minder punten. Oh! Ja! Nee! Serieus, oké, op de hoofd schieten is dan wel beter. Ah, Rijn heeft deze gewonnen. En dit was het wel, of niet? Of gaat hij nou nog verder? Ik wil stoppen met schieten! Ja! Loes! Ah! Ja, 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 ja. Oh, oké, okay, fair enough. Deze mag je hebben. Ja. Ik heb deze video gewonnen. Ja, ja, ja. Nou, wat is dit nou weer? Gefeliciteerd, Rijn. Ik kom toch daar, ik zit hier ook vast. Ja, ik kan niet meer bewegen. Help! Moet je help! Kijken, op die map staat een legerventje buiten. Echt? En die is over aan het zoeken, hè? Ja. We zijn ook zo undercover die bunker ingereden dat niemand ons meer kan vinden. Volgens mij mogen we ook niks meer doen. Maar ik denk ook dat ons GTA is vastgelopen. Jongen, Rockstar die denkt ook, ze spelen weer een keer Freedom, maar ze hebben nu alweer genoeg gespeeld eigenlijk. Ja, dan ja, kunnen ja. we nog een andere keer, kunnen we weer nieuwe dingen gaan doen. Ja, 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 ja. Dus omdat we puur gewoon alle twee ook vaststaan, ga ik hierbij deze video weer afsluiten. Laat in de reacties weten wie de mooiste auto had van ons twee, want ze waren beide mega prachtig mooi namelijk. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer, vergeet niet te abonneren op Rijn's kanaal voor meer en... ja, het was weer een keer leuk om vrienden om te doen eigenlijk. Het is lang, lang geleden. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het sporten. Tot de volgende keer. Bye bye.